Goedendag. Ja, deze Koningsdag begon op sommige plaatsen ook echt met een oranje zonsopkomst, zoals hier in Nijmegen. Maar dat was niet overal het geval, want een regenzone over het zuidwesten en westen van het land trekt geleidelijk aan naar het noorden toe. En dat verpietert weliswaar, maar dat betekent toch wel dat hier en daar wat regen valt. Met name in het westen kan het af en toe eventjes stevig regenen. Het gaat overigens wel vrij snel en aan het eind van de ochtend, begin van de middag, ligt het al over het noorden wat er van over is. Want zoals gezegd, het is dus aan het verpieteren. Betekent wel dat de koning die zich in Emmen bevindt vanmiddag, ja, misschien toch ook nog wel wat gespetter gaat krijgen. Laten we het weermodel maar eens gaan bekijken. Dan zien we hier die band met de regen inderdaad. Die gaat naar het noorden trekken als ik zo de animatie aanzet. En daarachter kunnen nog verspreid in het land enkele buien tot ontwikkeling gaan komen in de middag. En die buien, nou, die kunnen best wel stevig zijn. Ik sluit niet uit dat een enkele bui ook gepaard gaat met onweer. Vanavond grotendeels droog, met name in het noorden nog wat buien. En dan morgen ook wel weer hier en daar een bui. Wat dat betreft is het wel wat aan de wisselvallige kant. We zien hier die buien allemaal voorbij schuiven. Maar droge periodes, zeker op zondag, zullen gaan overheersen. En ook vanmiddag zal het lang niet overal slecht zijn. Er is gewoon overwegend droog weer met dus die lokale bui. En dan, zoals gezegd, kan zo'n bui wel gepaard gaan met onweer. Temperaturen, ja, flink hoger dan de afgelopen dagen. Want het kan zelfs 16, 17 graden worden in het binnenland. Verder waait er een matige wind uit het zuiden of zuidoosten. Vanavond vooral nog in het noorden kans op een bui. In het zuiden grotendeels droog in de nacht. Dan wel weer vanuit het zuiden enkele buien. En hoe ziet het er dan zondag overdag uit? Nou, opnieuw die temperaturen die oplopen in het binnenland naar zo'n 17, 18 graden. In het westen 14, 15 graden. Er kan in de loop van de dag weer een bui vallen, maar er is ook ruimte voor de zon. Er zijn dus ook perioden met zon. Morgen wel een groot verschil. De wind, want die is matig tot krachtig boven land. Windkracht 4 tot 6. Een vlagerige wind ook. Aan zee kan het zelfs nog wat harder gaan waaien. En begin volgende week zal de temperatuur alleen maar verder omhoog gaan. Fijne Koningsdag.